Vanochtend 27,54 patiënten met COVID uh, in de ziekenhuizen. Dat waren er 62 meer dan gisteren. Gisteren was het ook enige toename, veel beperkter dan de dag ervoor. Maar de dagen daarvoor hadden we een sterke daling gehad. Dus dat is de bekende curve. Ik heb altijd gezegd: het zijn dagkoersen. Als dus je even kijkt naar de kliniek: 21,43, 611 op de IC. Uh, en de stijgingen ten opzichte van de dagen daarvoor. Deze curve toont vanaf uh, najaar 2020, in de aanloop naar de tweede golf, uh, de dagelijkse instroom voor iedere dag weergegeven als een driedaags gemiddelde. Dat is het getal van vandaag plus dat van gisteren plus dat van eergisteren en dan gedeeld door drie. En dan zien we uh, de eerdere pieken. Uh, de daling in de zomer, de piek van Dansen met Jansen, met telkens het moment waarop we de datum waarop we het hoogste niveau qua ziekenhuis instroom bereikt. Het is niet hetzelfde als de bezetting. En dan zien we vanaf 27 september tot aan recent een hele snelle stijging als maar door, waarbij dat eerdere trillerige wat erin zat gewoon nu niet gezien werd. Dus het was een steile curve omhoog. Uh, en dat uh, begon pas eind uh, november, begin december begon dat te wisselen, te variëren. En bereikten we de hoogste piek op 2 december, waarbij de instroom toen op uh, 387 zat als driedaags gemiddelde. Dat zijn dus ruim meer dan 1000 patiënten in drie dagen. En nu daarna is het rap aan het dalen. En is de vrij consistente daling. En zitten we nu ruim onder de 300. Dus echt een hele stabiele daling. Schrik niet als het morgen toch nog even weer wat omhoog gaat. Want dat blijft zo. Maar het is echt veel lager. En om even maar te benoemen. Deze uh, piek die we hier gehad hebben. Die hele curve boven de 300. Die hebben we op geen enkel eerder moment. Sinds de eerste golf gehad. In de eerste golf hadden we de data nog niet heel goed. Uh, dus dat is bijna drie weken lang. Uh, 17 dagen op rij. Continu boven de 300. en een instroom daarmee van ruim boven de 2000 per week. Dat is hoger dan dat we in de vorige winter gehad hebben, maar nu qua instroom sterk gedaald. Dat vertaalt zich dan in de bezetting. Dit is het bekende plaatje, oranje IC en blauw uh, kliniek. Uh, de hele vorige winter en dan nu een piek op 30 november 2853. Bijna net zo hoog als de hoogste piek van de afgelopen winter toen bereikte op 5 januari. Dus toen drie pieken en nu vrijwel gelijk aan de hoogste. En wat we ook zien is terwijl we de afgelopen dagen, je ziet hier even iets naar beneden gaan en weer iets stijgen. Dat is niet vreemd, dat hebben we eerder ook gezien. Kijk maar naar de eerdere golven. Maar je ziet ook dat in de afgelopen dagen de kliniek dan daalt en het oranje deel van de balk eigenlijk naar verhouding wat toeneemt. En dat heeft er gewoon mee te maken, de instroom van IC gaat nog door. En omdat mensen langer op de IC liggen, komt de uitstroom pas later op gang, de verandering en daling. En dus neemt de bezetting relatief van de IC wat toe. Hè? Zelfde dynamiek als die we bijvoorbeeld daar ook, kun je goed zien, uh, in die eerdere pieken hebben gehad. Met dat je een piek bereikt, neemt daarna het oranje deel van het curve even wat toe. Dat zien we nu ook. Dus kliniek is gedaald, IC is ook in absolute zin wat gestegen. De totale bezetting zie je dan hier, bekende plaatje ondertussen, heb ik ook eerder getoond. Diezelfde pieken, de datum en de hoogte van de piek. En dan hier per week steeds even de percentuele verandering. En dan zagen we steeds op het moment dat we dicht in de buurt komen van het hoogste niveau, zie je een daling van de stijging in percentages. Het neemt af. Soms zijn er stijgingen van 30, 40 procent per week. Maar tegen de tijd dat die gaat vertragen, zie je 10 procent, 5 procent en dan 0. En dat zagen we nu ook. Afgelopen week een stijging van een kleine 6%. En in de dagen daarna een stabilisatie, zelfs een daling van min 0,2%. Uh, vrijwel stabiel. Dus daarmee hebben we een hoogste punt bereikt. Is de instroom al gedaald en is de bezetting, als je kliniek en IC bij elkaar optelt, gestabiliseerd. En dat is een gunstig teken. Um, dan komen we even nog op twee laatste plaatjes, een beetje complex plaatje, maar dit laat zien uh, in de tijd vanaf de zomer van 20 uh, en tot aan vrij recent, net niet helemaal, de laatste dagen staan er niet op, in zwart de bezetting op de IC aan reguliere patiënten, stempel het maar even als non-covid, maar non-covid is een hele brede range van acuut en gepland, en in het rood het aantal covid patiënten. Nou, de non-COVID kent altijd iedere week een behoorlijke variatie. En dat heeft gewoon te maken met in het weekend wordt er minder geopereerd. Gaan de patiënten af en dan door de week weer meer geopereerd, dan stijgt het weer, et cetera. Uh, maar je ziet de curve overal. En de COVID daardoorheen. En dan zien we op het moment dat de COVID echt omhoog gaat, dan daalt de zwarte lijn. En eigenlijk de capaciteit die we nodig hebben bij een normale IC-capaciteit, heb je eigenlijk zo'n. Uh, uh, 560 non-Covid bedden nodig om volledig je reguliere zorg te kunnen doen. En bij een normaal opschalingsniveau betekent dat dat je Covid onder de 300 moet zitten. Dat is respectievelijk het laatste onder de 300 is dat onderste stippel, horizontale stippellijntje en die 562 het bovenste. Eigenlijk wil je dus terug naar een situatie waarbij die rode lijn onder die onderste stippellijn komt en dan kan de zwarte beduidend boven die bovenste komen ook voor inhaalzorg. Nou, als je even wat rekent van stel dat deze trend zich doorzet, stel dat we nu het hoogste punt hadden, hoe lang doe je er dan over om daar weer te komen? Dat kun je ook vertalen in dagelijkse instroom. En dan kom je bij, reken je met de drempelwaarde IC, zoals we die eerder vastgesteld hebben afgelopen zomer nog een keer. De drempelwaarde voor IC-instroom is dan 20 patiënten per dag doe dat maar even voor het gemak, een keer een gemiddelde opnameduur van 16 dagen... zit je uiteindelijk op zo'n 320 patiënten die er dan liggen. Als dat alle dagen hetzelfde is. Uh, en afhankelijk van de R-waarde die je bereikt met de huidige maatregelen... hoe dichter de R-waarde tegen de 1 zit, hoe trager de daling... en hoe lager de R-waarde, hoe sneller de daling. En dan gaan we even uit van nog een licht piekje aan het begin hè, van de IC-instroom... ...stabiliseert en zit misschien tegen het hoogste punt aan. De afgelopen dagen zagen we wat daling. En dan afhankelijk van de daling zie je... ...dat je alweer onder die instroom komt begin januari. Dan wel als je met een R-waarde zit... ...die maar net onder de 1 zit... ...dat het nog een tijd duurt. Zie de curve eronder. Maar op dit moment stabiliseert het... ...en zit je op zo'n omslagpunt. Tot zover even mijn uh, verhaal. Dus overal uh, duidelijke verbetering... Uh, met een sterke daling van de ziekenhuisinstroom. en daarmee een beginnende daling van de overal bezetting. met nog wat stijging van de IC. Maar dat is wat je in zo'n fase als dit verwacht. Dat is niet verbazingwekkend. hebben we in eerdere punten ook gezien. Wie. Uh... Goedemiddag. Ik hoor u uh, allerlei uh... mooie termen noemen, maar de term, dit was de piek, heb ik eigenlijk nog niet gehoord. Was dit het nou? <laughs> ik denk dat dit de piek was, ja. ja. Oké. Okay. Ja. Um, uh, dus dit is positief. Yeah. En de reden dat ik dat durf te zeggen, um, is. Uh, nou, laat het even. Uh, sorry dat ik, ik wil niet op mijn woorden terugkomen, hè, maar dit is. Qua, qua instroom was dit de piek. Ja. We zitten nu echt gewoon meerdere dagen sterk onder wat we eerder hadden. En daarmee is zelfs het meerdaagse gemiddelde al sterk naar beneden. Van uh, bijna 390 uh, naar nu ruim onder de 300. Daarmee is de bezetting fluctueert toch wat, maar gaat dan op een gegeven moment ook dalen. Want als je minder instroom krijgt, dan gaat de bezetting ook naar beneden. Het kost alleen enige tijd. En dat gaat nog wat sneller voor de kliniek dan voor de IC. Dus hebben we het hoogste getal al op de IC? Nee, dat, uh, dat zou best nog eens kunnen stijgen in de komende dagen. Maar dat is dus niet, uh, nou, ik kwalificeer dat vooral zelf, maar dat is niet rampzalig? Nee. Nee, nee. Okay. Um, en daarmee is de capaciteit op dit moment, als je kijkt vandaag naar de landelijk beschikbare capaciteit, dan uh, was dat uh, 1194, dus bijna 1200 bedden. Uh, waarbij we al gezegd hebben: we schalen verderop naar 1250 opgeleide van de behoeften. Nou, voor nu is dat dus nog voldoende. Ja. Ja, ik, ik wilde over de, over de kritiek planbare zorg wilde ik het hebben. Ja. Dat is volgens mij twee sheets terug, misschien wel drie. Ja, hoor. Dat complexe uh, sheet, hè, even maar. En het focust alleen op de IC, hè, voor de duidelijkheid. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat snap ik. Deze? Hè? Ja, zeker, ja. ja. Um, op, op welk niveau zitten we nu als u dat in percentages uit moet drukken? Welke kritiek planbare zorg? Uh, uh, of, of, of hoeveel procent kan nog? De ziekenhuizen hebben, dat is een gegevens van de Nederlandse zorgautoriteit. Eigenlijk ziekenhuizen hebben vrijwel alle wat wij noemen U4 en U5-zorg. Dus dat is uh, zorg waarbij uh, het tijdstip niet direct van invloed is op uh, langdurige kwaliteit van leven of verlies van levensjaren. En de bekende voorbeelden die dan altijd gebruikt worden, is. Uh, cosmetische chirurgie, uh, veel van de orthopedische chirurgie, etc. Dat wil niet zeggen dat als iemand daar langer op moet op wachten, dat dat niet echt beperkend is voor de patiënt en voor de omgeving. Maar het tijdstip is niet direct van levensbelang. Die zorg is in bijna alle ziekenhuizen vrijwel overal eigenlijk volledig afgezet. Mm -hmm. uh, de meeste ziekenhuizen en eigenlijk in alle regio's hebben op dit moment ook moeite. Om hun kritiek zorg volledig het volledige programma te draaien. En dat betekent dat de wachtlijsten ook voor kritiek zorg toenemen. En kritiek is iets wat we meestal zeggen: dat moet uiterlijk binnen zes weken. Want anders moet je wel rekening houden met serieus blijvende schade. Eh, of zelfs verminderde kansen op, lang, op genezing. Mm -hmm. En dat komt nu overal in het gedrang. En dat betekent dat. Die oranje of rode curve weer terug moet, zodat je genoeg capaciteit hebt. Ja, en die zwarte lijn is natuurlijk al een, een tijdje aan het dalen. Ja. Uh, daar staat normaal gesproken een termijn van zes weken voor. Ja. We hebben het hier vaak over gehad. Maar dan uh, 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 ja, op een gegeven moment wordt dat toch zorgelijk, en misschien wel meer dan dat. Ja, dat klopt ook. En is dat, dat is nu al een grijze zo? gebied, wat in de afgelopen periode een aantal keer gegeven is, en is het grote verschil. Als ik maar even kijk naar neem helemaal naar links daar, vorig najaar, najaar twintig. Stel dat je in een ziekenhuis normaal gesproken voor dit soort patiënten een wachttijd hebt van twee weken en je, moet, je hebt niet meer alle OK's beschikbaar om dit te doen of alle klinische bedden of alle IC bedden. Het zijn altijd de zwakste schakel bepaald en dat kan niet. Dit is een plaatje van de IC, maar het kan ook een klinisch bed zijn, het kan ook een OK zijn vanwege uitval van personeel. Als je bij wijze van spreken 20 elkaar's nodig hebt om precies dat wat er iedere week aan nieuwe diagnoses bijkomt ook te doen. En je hebt een wachttijd van twee weken, wat ruim binnen iedere marge is. En je hebt op een gegeven moment geen 20 elkaar's, maar maar 18 elkaar's. Dan gaat heel langzaam die wachttijd gaat van twee weken naar 15 dagen, naar 16 dagen, naar 18 dagen en zo verder. Maar nog allemaal ruim binnen de marge. Dat is een beetje de situatie die we daar aan de tweede golf vorig najaar hadden. Mm -hmm. Het grote verschil is, omdat dat de hele winter heel lang duurde. ging die periode op een gegeven moment in de meeste ziekenhuizen richting vier weken, richting vijf weken, et cetera. Toen kwam de zomer, maar hadden we ook eigenlijk in die hele winter, onder andere nog in de meivakantie, personeel gevraagd om vakanties uit te stellen. Af te zeggen. Die moet je dus inhalen, nog los van ziekte. Dus daar waar we vorig jaar, najaar startten met. Ik noemde het steeds in een gek woord: een kleine hypotheek. Op deze zorg. Ja, ja. Starten we nu met een grote hypotheek. Ja. Start je niet met twee weken interval. maar in veel ziekenhuizen met vijf weken ja. interval. En dan heb je niet zoveel tijd om op te schuiven. Dan moet je veel sneller terug naar een lager niveau. Ja, maar dat, daar ziet het niet naar uit, toch? Nee, maar nou ja, daar gaan we met langer vasthouden van deze dingen. gaan we daar wel naartoe. Maar dat betekent dat er nu uh, in vrij veel ziekenhuizen. dit soort patiënten over, de, over die zes weken wachttijd heen schuiven. En dat en, kost dus levens. Dat, dat heeft het risico dat. Het dat willen u echt, nog steeds niet aan hè? Dat, dat u gewoon kaart zegt dat kost levens dat Op termijn kost dat levens. En wat ik steeds al gezegd heb is, um, als we straks uiteindelijk de analyse doen. Dat is nu nog te vroeg. Maar als je het net ophaalt, uh, dan moeten we echt sterk rekening mee houden dat het aantal verloren levensjaren door dit effect mm -hmm. groter is dan het aantal gewonnen levensjaren door de opvang van COVID-patiënten. Daar kunnen we nu niks mee. Maar in die zin is dat een direct antwoord op: ja, dat kost levens. Ja. Dat uitstellen van dit soort patiënten over een termijn. En die, natuurlijk is die termijn van zes weken arbitrair. Maar die is gedaan op basis van veel gegevens uit het verleden. En dan weet je van dan zit je aan de veilige kant. Dus hou er sterk rekening mee dat op het moment dat we voor grotere patiëntengroepen over die zes weken heen gaan. En het is niet zes weken in één dag. Zes weken en twee dagen wellicht de grens, dat kun je niet zeggen. Maar op een gegeven moment dat het naar zeven weken gaat, acht weken gaat, dan is dat voor sommige patiëntencategorieën echt te lang. En dan gaat dat uiteindelijk of blijvende gezondheidsschade of levenskosten. Nog één nog laatste ding. Met wat voor gevoel staat u hier nou? Uh, um, met een erg gemengd gevoel. En de ene is optimistisch dat we echt zien dat de curve verandert. Maar. Uh, tegelijkertijd ook wel heel erg uh, behoedzaam. Dat moet ook snel gebeuren om die patiëntencategorie die we net benoemden, gewoon echt weer te kunnen helpen. Uh, en we zitten qua bezetting nu alleen nog maar op dat het stabiliseert. Ik liet zien 0,1% verschil ten opzichte van vorige week. Dat is gunstig. Dat is anders dan die curve zo omhoog. Maar het moet straks naar beneden. En dat, uh, daarom maak ik ook die verschillende figuurtjes maar van. Ja, hoe meer die R-waarde nu even naar beneden gaat, hoe sneller we weer in een gunstige situatie. Maar zelfs dan hè, zien we dat zelfs in een heel gunstig scenario zit je al snel richting begin januari. Er zit ook een kerstvakantie nog tussen. Dus voor die patiëntencategorie waar we het net over hadden is dat echt lang. Duidelijk, bedankt. Ja? Ja. Kunnen we dan stellen dat code zwart uh, definitief afgewend is? Ja. Kort maar krachtig. Ja. Dus dat is uh, goed nieuws. Ja. ja. Uh, en wat ik ook wel steeds gezegd heb: hè, van, we hebben nu geen code zwart. En morgen ook niet. En volgende week ook niet. Alleen, dat sluit wel terug op de vraag die ik net kreeg. Er is heel veel vraag. En dat begrijp ik ook wel, omdat het een soort ding is voor code zwart. In de zin van: wij hebben geen bed meer beschikbaar. voor Geen enkel bed meer ergens in Nederland. Voor een acute patiënt die direct geholpen moet worden. Dan kom je in die code zwart. Uh, alleen we moeten ons wel realiseren dat als we daar wegblijven, dat er ondertussen wat de implicaties zijn voor veel patiënten die echt urgent geholpen moeten worden. En die bijvoorbeeld nu nog geen operatiedatum hebben, of dat wel hebben, maar waarbij er nog een grote mate van onzekerheid is of dat ook wel doorgaat. Volgende week, deze week, volgende week, de week daarop. Ja. Als u nu naar de huidige cijfers kijkt en een beetje de verwachting voor de komende periode, wat, wat is dan verstandig qua maatregelen? Want er, wordt, hè, er komt nu naar buiten, het kabinet overweegt toch wel om de lockdown te verlengen, um, die de huidige maatregelen. Ja, daar hebben we nog heel even voor. Maar het is echt verstandig om even te kijken wat hier nou precies gebeurt. En dat betekent zich allereerst in een R-waarde, en het RIVM berekent dat hè, met, uh, op basis van besmettingen, maar ook op basis van ziekenhuisopnames. Uh, en de reden om te zeggen is: je moet daar even zicht op hebben bij de huidige maatregelen om te bepalen hoe snel je weer meer lucht krijgt en dus ook meer capaciteit voor overige zorg. En de urgentie daarvan heb ik zo net al wel benoemd. Ja. Want inderdaad het duidelijk dat de komende maanden dat, ja, dat de getallen nog hoog zullen zijn. Dat je, er niet zomaar, uh, hè, dat je niet zomaar onder het goten, ja, op een laag getal uitkomt? Nee, um, en dat laat deze curves wel zien in de vorige ook. Ik heb wel vaker gezegd: stijgen gaat heel snel, dalen gaat meestal beduidend langzamer. Um, en het moet echt een stuk naar beneden. Zou dan dat punt in januari, wat u betreft, een. een... Een ja, geruststellende marge zijn om verder te gaan. Ja, het gaat ook heel erg om, uh, om de trendsontwikkeling. Dus op het moment dat je een trend ziet die, die scherp naar beneden gaat, kijk even naar deze verschillende curves. Op het moment dat je een tempo hebt van naar beneden, kun je aan de hand daarvan wel bepalen hoe snel gaat het nou eigenlijk. En hoeveel ruimte heb je dan om bij te stellen? Ook aan de hand van de wachtlijsten die we ze net benoemden. En individuele ziekenhuizen uh, hebben wachtlijsten precies voor dit soort kritiek planbare zorg waar wij het altijd over hebben. Die vergelijken we ook regionaal. Zodanig dat je met dit soort patiënten eventueel ook. Of deze, een patiënt met een andere aandoening naar een ander ziekenhuis. omdat men daar eerder geopereerd kan worden. Of door de verdeling van COVID-patiënten in een regio wat anders te doen. Zodat je tenminste kunt zorgen dat voor al die patiënten geldt. dat je met die wachtlijst zoveel mogelijk binnen de zes weken blijft. Nou, en dat soort uh, sommen maak je, omdat het gewoon echt verschilt per ziekenhuis en soms per regio. Twee laatste vragen. Uh, hoe, hoe staat het met het ziekteverzuim uh, ervoor bij het zorgpersoneel op dit moment? Ja, overal um, is het ziekteverzuim in de afgelopen periode echt omhoog gegaan. Als we kijken voor de ziekenhuizen, opnieuw gegevens van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dan ging overal voor de ziekenhuizen het ziekteverzuim in de afgelopen periode. kroop dat geleidelijk naar de 9 procent. Dat is beduidend hoger dan wat we normaal hebben. Heeft voor een deel uh, natuurlijk met, te maken met de langdurige belasting. Maar heeft voor een deel ook gewoon te maken met uh, COVID, zoals dat voor iedereen geldt. En als je dan de, de, de maatregelen hebt zoals, is er een, bijvoorbeeld een kind thuis met een infectie en dan moet het gezin thuis blijven, ja dat soort dingen heeft een impact. Oké, okay, bedankt. Mooi, graag gedaan.